en 7. Huizen Heijendaal. Waar nu het Radboud UMC en de universiteit zit, was vroeger het landgoed van Huizen Heijendaal. In 1912 kocht Frans Jurgens uit Os het 67 hectare landgoed. Jurgens was eigenaar van de grote margarinefabriek in Os, later Unilever. Hij wilde met zijn gezin op het landgoed Heijendaal gaan wonen. Er stond al een landhuis, Oud Heijendaal, maar dat voldeed niet. Hij gaf architect Charles Esterhie de opdracht een groot landhuis te ontwerpen. In 1912 startte de bouw. Rondom het huis werd een immense park in Engelse landschapstijl aangelegd. In deze bossen zat veel wild. Jurgens' favoriete hobby was jagen. In 1914 was Huizen Heijendaal gereed. Charles Esterhie werd geïnspireerd door de Hollandse renaissance-stijl, te zien aan de trapgevels van de voor- en achterzijde en de vele versieringen in natuursteen. Het gebouw, dat enigszins verhoogd ligt, is asymmetrisch van opzet en aan de noordzijde staat een 30,5 meter hoge achthoekige toren. Buiten aan de toren hangt een klok. Deze werd geluid als het tijd was om te eten. De vele tuinwerklieden die op het immense terrein aan het werk waren, konden zo worden bereikt. Het beeldhouwwerk aan de buitenzijde is grotendeels aan de hand van Egidius Everaerts. Voor de twee beeldhouwwerken in de tuin stonden een dochter en zoon van Jurgens model. De zoon heeft een pakje margarine tussen zijn hand en zijn knie. Je ziet hierop de strik die het latere margarinemerk Blue Band kenmerkt. De trapgevels zijn bekroond door stenen arenden en in de friezen, onder de daklijst, zijn uitgehouwen vrouwenkoppen te zien die de 11 Nederlandse provincies voorstellen. Ook mooi zijn de gevelstenen. Die werden overal vandaan gehaald en waren vaak veel ouder. De grote trap in het trappenhuis komt uit een oud herenhuis. De schilderkunstwerken komen soms al uit de 16e eeuw. Het groot glas in loodvenster in het trappenhuis toont Frans Jurgens met zijn vrouw en 4 kinderen. Bijzonder is de schouw in de grote hal. Het mooie houtsneewerk maakt dit af. Verder valt op dat er veel dierenkoppen te zien zijn in de diverse ruimtes. De vroegere eetzaal is in Lodewijk de 14e stijl uitgevoerd. Een aantal zogenaamde behangselschilderingen in dit vertrek is in 1736 door de Duitser Juriaan Büttner vervaardigd. En dan is er nog de geheime doorgang van het mannenvertrek met biljart naar de eetzaal. Bijzonder zijn de stofzuigeraansluitingen. Deze dateren al uit de beginperiode van het kasteeltje. In 1949 verkocht de familie Jurgens Huizen Heijendaal met haar landgoed aan de Sint Radboud Stichting. In 2000 werd het pand geheel gerenoveerd. Er kwamen prachtige wandtekeningen tevoorschijn en mooie glas-in-loodramen achter de dichtgemetselde wanden. En er zat hier heel veel wild. De meeste kans om die te spotten is hoog in de toren. Maar of die vossen of reeën hier nog steeds zitten?